Eloïse kreeg een flinke tik op haar vingers van royalty-kenners nadat ze in een degelijk badpak voor de lens verscheen. Iedereen hield zich bezig met de kledingkeuze van de graaf-influencer in het perfecte plaatje en nu komt ze met een reactie op de keiharde kritiek, onzinnig verhaal. Helaas, Eloïse wist de jury in de aflevering van woensdagavond niet te overtuigen met haar foto's en moest het fotografieavontuur achter zich laten. Niet getreurd, want we kunnen de gravin nog wel met de camera in de hand zien. Eloïse is namelijk net als de andere afvallers nog in de race voor de publieksprijs. In de video van het perfecte plaatje op reis de publieksprijs blikt Eloïse terug op haar avontuur in Zuid-Afrika. Ook komt ze met een reactie op de badpakgate, ik heb er zo hard om gelachen. Ik had niets door. Eloïse zag pas waar de ophef om draaide toen verschillende BN'ers de gravin online steunden met hashtags, hashtag mag die 12 van Jeroen Snel en hashtag Eloïse mag zelf kiezen. Ik vond het zo lief hoe iedereen mijn kant koos, geeft Eloïse toe. Het is een onzinnig verhaal. Waar hebben we het over? Had de graaf-influencer dan helemaal niet nagedacht over de ernstige gevolgen van badkleding op het strand tijdens de shoot? Ik ben daar misschien een beetje naïef in. Ik maak me er niet zo druk om, vertelt ze. Het was zo in het moment, het is helemaal oké en ik kan er nog steeds heel erg om lachen.